veel ellende vorig jaar vanwege de eikenprocessierups. Dit jaar trekt de gemeente hard van leer. De verwachting is dat de overlast van eikenprocessierups dit jaar 3 keer erger is dan vorig jaar op basis van onderzoek van de Universiteit van Wageningen. En we zijn bezig om het beleid nu definitief op te stellen, maar we gaan langs 3 sporen. Eerste spoor preventief spuiten. Alle eikenbomen binnen de bebouwde kom gaan we dit jaar preventief spuiten. Wij proberen voor de gemeentes een beheersbare situatie te verkrijgen in de eikenprocessierups. En ja, dat kan op verschillende methodes. Dus we beginnen met een stukje monitoring, maar vervolgens komen de kaarten. En wat is daar dan goed voor en welke plekken zouden dan goed bestreden moeten kunnen worden in die eikenprocessierups. En dan met name de preventieve bestrijding. Dan proberen we samen met de gemeentes in beeld te brengen van ja, waar zit nou bijvoorbeeld een maatschappelijk gevoelige plek, een kinderdagverblijf, een bejaardentehuis en voor al dat soort zaken. En dan in beeld brengen van ja, zullen we daar een preventieve bestrijding uitvoeren. Het kan op 2 wijzen. Het kan op met aaltjes en het kan met een bacterie. Maar nu is het de tijd voor de nematoden, voor de aaltjes. Aaltjes en nematoden is hetzelfde, maar het wordt vaak door elkaar gehaald. Nou, zoals vandaag zijn we aan het testen. Zo van, je hebt een grote windturbine. Die windturbine die brengt heel veel wind in die boom. En in die wind, in die straal, daar brengen we die vloeistof met die aaltjes, die brengen we daaraan toe. En het is een beetje ja, de weg vinden van ja, hoeveel druk kunnen de beestjes hebben. En ja, dat proberen we onder een microscoop in beeld te brengen van ja, hoeveel druk en met hoeveel windsnelheid brengen we die in de boom. Maar ja, we willen natuurlijk op de goede plek in die boom hebben. Maar we willen die beestjes natuurlijk niet doodmaken voordat ze in die boom zitten. Daarnaast gaan we curatief nesten verwijderen die met zo'n grote zuigmond en mannen in speciale pakken die de nesten uit de bomen zuigen. En dat zal dan ook bij een x-aantal bomen moeten gebeuren. En de derde weg die we bewandelen is dat we de biologische vijanden van de eikenprocessierups gaan proberen te stimuleren door meer bloemenmengsels aan te planten in de bermen, door mezenkastjes op te hangen, door meer, ja, gewoon meer biodiversiteit in de bermen van Almelo te realiseren.